wat mogen we blij zijn met het prachtige weer wat we gehad hebben. Terwijl we dachten dat we allemaal met regenjassen en paraplu's in de baan zouden staan. Een klein buitje, maar verder een fijn paardenweer met prachtige paarden. Wat kan Blauwhuis blij zijn met wel 20 paarden die doorgaan naar de centrale keuring. Waarbij ook opvallend was nummer 206, de Vonger, die vanaf het begin af aan opviel door tachtmatigheid, elke pas is raak, het mooie front en het goede ruggebruik. We hadden al het idee, dat kan wel eens de kampioen worden. Maar er was concurrentie, want ook nummer 232 en nummer 250 lieten zich prachtig zien. Toch, door de meest standvastige draf en ook de mooie bovenlijn, is toch nummer 206, een driejarige merrie, kampioen geworden. De centrale keuring kan zich maar opmaken voor de vele paarden van Blauwhuis die naar de centrale keuring komen. En daar gaan concurreren met de andere paarden. Gefeliciteerd!